Hermanos y hermanas van team Yannico, Ansu Fati is de goedkope Neymar in FIFA 21. Er is een SBC uitgekomen van Ansu Fati, dat zullen jullie waarschijnlijk wel weten. Hij kost rond de 140, 150k. Is natuurlijk een speler waar, als je dat geld ervoor betaalt, dat het niet meer tradable is. Dus je moet wel goed gaan nadenken, past hij in mijn team en is het de moeite waard? En dat ga ik dus vandaag laten zien in de video. Wij hebben hem gedaan. Natuurlijk, Barcelona ligt altijd emotioneel voor ons. En ook Spanje. Hij heeft ook gedebuteerd in Spanje. Nogmaals, vandaag ga ik dus laten zien hoe die speelt. Hoe ziek hij is. Ik ben zo onder de indruk. We gaan spelen in de top van divisie 2. En we gaan promoveren, als het goed is, naar divisie 1. Dat gaan we vandaag zien. Gooi een duimpje omhoog. Daarnaast hebben we ook nog goede SBC's gedaan, waar we dus een paar wildcards uitgepakt hebben. Daar wil ik mee beginnen. En dan gaan we meteen door met de gameplay. Zorg dat je geabonneerd bent op dit kanaal. En jongens, Ansu Fati. Let's go. Zoals ik dus al zei, we hebben goede SBC's gedaan. De hybride landen en de competitiehybride. En daar zijn deze drie packs eigenlijk bij overgebleven. De drie beste packs van dus die SBC's. En we openen de eerste pack. Er komt een Sloveense vlag. Het is een doelman, het is dus sowieso een walkout en het is het Atletico Madrid logo. Dat betekent dat we Jan Oblak pakken. Hele goede speler, leuk om een 91 rating te pakken te hebben. Volgens mij is dat de eerste in FIFA 21 moet ik zeggen, voor team Yannico. En dat was pas de eerste. En we hadden er nog twee te gaan. En ik kan jullie vertellen, er gaan wat leuke dingen in zitten. Bender zit er nog in, Maguire zit er nog in. Maar het gaat natuurlijk om Jan Oblak, die we hebben verkocht voor 37,5k. Toch lekker, want dat was volgens mij het totale bedrag die we hadden geïnvesteerd in het doen van deze SBC's. Dus als je zit te kijken, ik raad je sowieso aan om even een kijkje te nemen naar die hybride landen SBC's. Zijn ongeveer een investering van 40k en je gaat het er waarschijnlijk wel uithalen. Dan, Engelse linksback, Chelsea Team of the Week. Dat is sowieso lekker, want dan weet je al dat de kwikselwaarde op 10k ligt. Nu is het zo dat Chilwell wel volgens mij voor 15 of 16k ging. Bovenop de 37 die we net al hebben gemaakt. Dus ik was best wel tevreden al. Ik bedoel, ik zeg eerlijk, we hadden dus op dit moment al winst gemaakt uit die SBC's. En dan moest het laatste pakketje nog komen, waar een oude bekende van ons uitkomt eigenlijk. Hier zat Leno nog in, Zapata, Pepe, die aan het begin van het jaar nog wel wat waard was, maar dan het zeldzaam spelerspakket. Zoals ik al zei, dit was de leukste verrassing. We openen hem, het is geen walkout. In eerste instantie dacht ik, ah jammer, geen walkout. Maar dan een Nederlandse vlag, een CV, het is Matthijs de Ligt van Juventus. Ik was er super blij mee oprecht en ik wist eigenlijk niet eens hoeveel die waard was. 72 snelheid. 85 verdediging en 84 fysiek is natuurlijk gewoon een hele goede kaart. En al helemaal als je hem dus combineert met of een Van Dijk of een Steven de Vrij of gewoon een Serie A team hebt. En nu is het zo dat hij dus verkocht werd voor 30k. Voor 30k hebben we hem erop gezet. Al met al, ik denk dat we 60k winst hebben gemaakt met dus die SBC's. Dan was het tijd voor de Ansu Fati SBC. Ik zag op Twitter dat hij uitkwam. Hij had natuurlijk Speler van de Maand gewonnen in Spanje. En dat betekent dat je dus een speciale geüpgrade kaart krijgt van Ansu Fati. Dit zijn de teams die ik daarvoor heb ingeleverd. Daar moet je 3 teams voor inleveren. En ik laat jullie hier de laatste 2 zien. Zodat jullie een beetje een beeld hebben van wat moet je nou inleveren. Zoals ik aan het begin van de video al zei, hij kost ongeveer 140, 150k. Naarmate de dagen vorderen zal hij wat goedkoper worden. Dat is altijd zo met dit soort SBC's. Dus ja, het is voor jezelf dat je een keuze moet gaan maken van past hij in mijn team? Dat sowieso. Ik denk dat als je bezig bent met een Spaans team dat het sowieso een hele goede optie is. Maar voor mij persoonlijk, het is natuurlijk, ja, ik ben Barça, dat weten jullie. Half Spaans, Barcelona, Ansu Fati, een van de grootste talenten, 17 jaar. Voor mij was het een no-brainer. Ik was best wel de Premier League kant op aan het gaan. En dit deed me eigenlijk doen beslissen dat ik dacht van, hé, laten we Ansu Fati gewoon een kans gaan geven. Kijk naar die kaart, 86 rating, 95 snelheid, 84 schieten, 67 fysiek, wat ja, weinig is, maar daardoor is hij snel en wendbaar. 87 dribbeling. Ik kan gewoon niet wachten om deze man uit te testen. En zoals jullie weten zat ik al best wel hoog in divisie 2. Dus moeten we ook richting divisie 1 gaan. Daarnaast, wat er nu gebeurt is ook grappig. Uit die Ansu Fati SBC kregen we dus een paar packs. Dat waren helemaal niet zo hele goede. Maar daar kwam dus ineens Bernardo Silva uit. Best ja, raar. Ik bedoel, dat allemaal op één dag. Bernardo Silva, Matthijs de Ligt, Jan Oblak. Voor mij persoonlijk is dat, ik vind dat best wel ziek. Ik denk jullie ook. Laat even weten wat jullie hebben gekregen uit de hybride landen, uit de SBC's. En of jullie wel of niet Ansu Fati gaan doen natuurlijk. Dan is het tijd voor de wedstrijden, jongens. Tijd voor de wedstrijden. Hoog in divisie 2. De eerste wedstrijd van Ansu Fati. Hij krijgt hier een steekbal. Op snelheid haalt hij hem. En hij doet een la croqueta langs de keeper. En na 10 minuten maakt hij dus zijn allereerste doelpunt voor team Yannico. En die snelheid, die is zo belangrijk dit jaar. Want je ziet het, hij komt overal. Hier wordt hij weggestuurd door Rodrigo, waar ik ook heel tevreden over ben. En kijk de manier van afmaken. R1 schot was dit, een geplaatst schot. En het is 2-0. Wat ik ontzettend jammer vind, is dat hij geen gameface heeft. Ik denk jullie ook. Ik ben echt zo'n FIFA-speler die de kleine details, weet je. Dat is gewoon belangrijk. Net als dat Barça nog steeds geen logo heeft. Ook dat onbegrijpelijk. Maar goed, jammer dat hij geen gameface heeft. Daarnaast hoop ik dat hij nog een dynamic image gaat krijgen. Soms gebeurt het nog in de loop van de dagen. En ook hier een nepschot in de aanname. En uiteindelijk 29e minuut maak ik hier de 3-0 in de eerste wedstrijd van Ansu Fati. En dat betekent dat hij gewoon een hat-trick maakt. In zijn eerste wedstrijd, 17 jaar oud. Het is allemaal fantastisch. En Gohan FC beslist de game te verlaten. En dat betekent dat we doorgaan naar de volgende wedstrijd. Heel goed begin. Dit is de tegenstander. Ik vind het super ziek als je nu al een icon hebt. En helemaal Patrick Kluivert is natuurlijk een icon die ik vorig jaar, toen in zijn prime, volgens mij pakte in de eerste 2 weken van FIFA. Dat was heel ziek. En hij gaat ook op 1-0 voorsprong komen. In de Ajax-shirtjes wordt Kluivert ook dus weggestuurd. Dezezelfde Kluivert. En hij maakt hem af. 1-0 achter. Ja, het niveau is gewoon best wel hoog. Ik zit hoog in divisie 2. Ik miste echt 1 of 2 wedstrijden nog om divisie 1 te halen. Dat gaan we vandaag doen. Dus dat ga je sowieso zien. En wat hier dus grappig is dat Rodrigo schiet. En dat Fati... Hij geeft me een beetje het idee dat hij ook altijd op de goede plek staat of zo. Dit was gewoon een rebound en dan kwam hij toch weer op die snelheid. Dan Fati met de Jong. Mijn nieuwe team dus. Frenkie de Jong, Donny van der Beek. Ik heb denk de helft of zo van mijn oude team heb ik laten staan. Maar het is gewoon mooi om te spelen met Frenkie de Jong, met Donny van der Beek, Jordi Alba achter Frenkie de Jong. En aan het einde van de video ga ik jullie even wat duidelijker mijn team laten zien en vooral ook wat we ermee gaan doen. Want we gaan zo promoveren naar divisie 1, wat ons weer 50.000 munten oplevert. Zoals jullie weten, als je promoveert dit jaar in Division Rivals, krijg je daar gewoon geldbeloningen voor. Wat super chill is, zodat je je team eigenlijk gewoon blijvend kan verbeteren, los van de rewards van de Weekend League. En Division Rivals, dan 2-2, 73e minuut. Het is Rodrigo, lekkere dragback. Hij kan gewoon nog, ik krijg er heel veel vragen over. L1, R1, samen doen. Is natuurlijk op het begin eventjes wennen en zal ietsjes moeizamer gaan dan dat je dat normaal gewend was. Goed. Tijd voor de volgende wedstrijd. We speelden daar gelijk. Ansu Fati, ja, ik bedoel, wat had je anders verwacht? 12e minuut. Ansu Fati, een paar dragbacks, lekker aan de bal en hij weet hem af te maken. Eén ding waar ik ook heel positief over ben, is dat Ansu Fati 4-star, 4-star heeft. 4-star skills, 4-star weak foot. En dat is ook gewoon echt terug te zien. Hij heeft best wel veel goals bij mij gemaakt met de linker. Hier is het Donny van der Beek die een aanval opzet met Pepe. Ansu Fati doet hier een nepschot en dus hier... Ook met die linker waar ik dus net over aan het vertellen was. Maakt hij hem. Zijn tweede doelpunt van de wedstrijd. En ja, nogmaals, dit was een moment dat ik dacht van... Ansu, fantastisch. Hele goede investering voor mij geweest. En los van zijn prestaties, voor mij ook gewoon een hele leuke kaart. Omdat ik altijd, ja, Ansu Fati's. Vroeger was dat al Bojan Kirkic. En eigenlijk alle speciale kaarten van Barça. Iniesta flashbacks en zo. Daar gaan we gewoon voor op dit kanaal. Dat is gewoon wat ik wil en wat ik gewoon echt heel vet vind om mee te spelen. Hier maakt hij dus gewoon weer een hat-trick. Frenkie de Jong gaat hier Ansu Fati wegsturen. Dit is een grappige aanval. Ik wil jullie hier laten zien. Omdat ik veel vragen krijg van... Hey, wat is nou sterk en hoe moet je nou aanvallen? Hier speel ik heel geduldig. Ik had hier al een paar keer kunnen forceren naar voren. Dat doe ik niet. Je ziet het. Ik blijf gewoon wachten op het gat. Blijf wachten. Terug naar Frenkie de Jong. Terug naar Van der Beek. Weer even naar Fati. En dan komt hier dat gat. Fati 1 keer kappen. En dan maakt hem gewoon af. Dus dat is een kleine tip die ik je kan geven. Blijf net als in FIFA 20 gewoon geduldig zoeken naar het juiste gat. Niet meteen naar voren willen, gewoon goed kijken. Want uiteindelijk is het gewoon weer Ansu Fati die hier volgens mij zijn 5e of 4e goal maakt van de wedstrijd. Dit is zijn 5e goal. 5 schoten, 5 goals. Dat weet ik omdat ik hem net geëdit heb. En als het goed is ga je dus nu zien dat hij de bal mee naar huis krijgt natuurlijk. Bij 3 goals is dat altijd al zo. En kijk, hier ga je dus zien. 5 schoten op doel. 5 doelpunten. Ik zeg je eerlijk, team Janico, dit moet duidelijk zijn. En dat betekent dat we zijn gepromoveerd naar divisie 1 met deze wedstrijden dus. Zoals jullie kunnen zien, plus 22 vaardigheidsbeoordeling. Dat zet ons op 1915 op dit moment. En ja, ik ben benieuwd wat het niveau in divisie 1 gaat zijn. We gaan sowieso dus Division Rival Rewards krijgen. En de Weekend League gaat nu dus wel heel dichtbij komen. En het is super lekker dat we dus deze 50k erbij hebben, want het is tijd voor een nieuwe speler. En ik zei dus nog van aan het einde van de video zal ik even mijn team even wat in meer details laten zien. Zoals ik dus al zei, Pepe rechtsbuiten, Rodrigo heel tevreden over, Ansu Fati fantastisch dus, 10 wedstrijden gespeeld, 18 doelpunten. Je ziet het hier nog wat meer details van zijn kaart, 95 snelheid, sprintsnelheid 93. Bizar, je ziet het, alles in het groen bijna. Vrije trap valt mee, maar goed, daar ga je hem dan ook niet voor gebruiken. Snel dribbelaar, speciale eigenschappen, schot buitenkant voet en een technische dribbelaar. Zoals ik dus al zei, het is eigenlijk gewoon de goedkope versie van Neymar. Jammer dat hij geen 5-star skills heeft. Donny van der Beek, Frenkie de Jong, Joe Gomez speelt fantastisch. Lindelof is wel een speler waar eigenlijk een upgrade moet gaan plaatsvinden. Is alleen best wel moeilijk dit jaar in de Premier League. Je gaat al best wel snel naar een icon toe of naar Van Dijk qua prijsklasse. Cancelo, rechtsback, Rui Patricio en Jordi Alba. En het zit nu zo. We hebben hier niemand staan. We hebben eigenlijk een aanvallende middenvelder nodig. Donny van der Beek en Frenkie gebruik ik verdedigend. En we hebben op dit moment 90k. En eigenlijk, naar mijn mening, zijn er 3 opties die we kunnen gaan doen. En ik heb jou daarvoor nodig. Eén van de opties is Wijnaldum. Is een hele goede kaart. Dit jaar sowieso was ook best wel een lange tijd extinct aan het begin van de week. 76 snelheid, 75 schot. Het is eigenlijk een allrounder. Je kan hem gebruiken als een CAM, maar ook als een verdedigende middenvelder. Een beetje een Frenkie de Jong type. 75 schot. Ik persoonlijk denk dat ik een CAM zoek met een beter schot. Maar goed, laat het vooral weten. Als jij denkt van, hey, Wijnaldum past perfect in het team. Dan denk ik dat er nog 2 andere opties zijn. Dat is Hakim Ziyech. Grote legend natuurlijk op dit kanaal. Zijn kaart, 80 snelheid, 76 schot. Is ook een optie. Ook zeker betaalbaar, houden we ook nog wat geld over. Dan is er nog een derde optie en eigenlijk de laatste. En nogmaals, ik heb jullie nodig. Laat mij weten wat jullie daarvan vinden. Havertz, die is ietsjes duurder. Maar we kunnen natuurlijk zeggen van, hey Janna, zet gewoon even een tijdelijke vervanger neer. En zorg dat je 20k casht door rewards of door een draft of noem maar op. Die is dus iets duurder. Die is 100, 110, 115, rond die prijsklasse. En is wel naar mijn mening echt een betere CAM kaart. Door zijn snelheid, door zijn schot die gewoon 5 of 6 punten hoger ligt dan bij Wijnaldum en bij Ziyech. Dus ja... laat het vooral weten in de comments. Laat het vooral weten in de comments alsjeblieft, want ik luister naar jullie. En laat me weten wie van deze 3 jullie dus de beste toevoeging vinden voor Team Yannick op de CAM. En dan zijn we dus aangekomen bij het einde van deze video. Ik vond hem weer super leuk om te maken. Ik ben heel tevreden over Ansu Fati, de goedkope Neymar. Laat me vooral weten of jullie hem ook gaan halen. Of jullie hem ook gehaald hebben. En hoe die gaat presteren dus in jullie Weekend League. En daarnaast wil ik jullie gewoon weer bedanken voor het kijken. Team Yannick, jullie zijn toppers. Vergeet niet te abonneren. Druk het belletje en dan mis je niks van alle video's en livestreams. Komt binnenkort heel veel aan. Nieuwe series. Een documentaire. Duo-drafts natuurlijk die jullie graag willen zien. En nogmaals, bedankt voor het kijken. Gooi een duimpje omhoog. En ik zie jullie bij de volgende video. Adios.